Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe online les. Ik zal maar gewoon meteen beginnen met de absentie. Als ik je naam noem, zeg dan even iets. Simon, even iets. Ontzettend grappig, Simon. Heerlijk zo op de vroege morgen. Sander. Yup. Marianne, ben je er? Oh, ja meneer, ik ben er. Ik was al de hele tijd aan het praten, maar ik stond blijkbaar op mute. Oké, nou fijn dat ik je nu kan horen. Alex? Aanwezig! Zo, jij hebt een goede microfoon. Ik zet je even wat zachter. Ja, is goed meneer. Nou goed, we gaan verder met de absentie. Famke? Famke is er nog niet meneer, die is waarschijnlijk weer te laat. Oké, mooi. Nou fijn dat iedereen er is. We gaan het vandaag hebben over... Hallo meneer, we horen u niet. Hallo meneer. Oké, u gaat gewoon door met praten, dat kan ook. Hallo, hoort u mij? Wij horen u niet. Hallo. U staat op mute, meneer. Jongens, laat gewoon zo. Dit is super chill zo. U moet even klikken. Ja, u moet even klikken. Klikken. Met uw muis op dat icoontje. Nee, er midden dat icoontje staat een microfoontje, er staat nu een streepje doorheen. U staat op mute, u moet even klikken. Ja, klik op dat icoontje. Met uw muis naar het icoontje en dan klik. Meneer, u moet daarop klikken. Meneer, waar kan ik dat nou vinden? Hoe kom ik nou weer op mute terecht? Hoe kom ik daar vanaf? Oh, wat een kut online les en een kut programma ook. Loop ik de hele dag een beetje te kutten op dat internet. Kan er helemaal niks van, extra uren mee bezig en honden betaald ook. Meneer, we kunnen u weer horen. Oh. Oké, nou mooi. Er was dus blijkbaar even een storing. Jullie konden mij niet horen, maar dat is opgelost. Dus wat ik nou wilde zeggen... Wilt de persoon die zo hard aan het kraken is daar alsjeblieft even mee ophouden? Sorry meneer! Ik ben even naar de wc. We zijn pas net met de les begonnen. Maar oké, dan vooruit. Waar we het vandaag dus over gaan hebben is... Sander, gadverdamme man, je geluid staat nog aan. Oh shit! Ja shit, zeg dat wel. Wat een dag is het weer. Nou goed. Als we even kijken naar de modulewijzer zien we het volgende. Maandag moeten de presentaties af zijn. Dinsdag moet je het uiterlijk hebben ingeleverd. Heb je dat niet... Dan mag je niet komen in de les. Maar heb je vervangend onderwijs. En voor je cijfer is dat natuurlijk niet goed. Maandag moet je komen in ondergoed. Huh? Heeft iedereen dat begrepen? Niet echt. Bedoelt u onder mijn kleding of alleen in mijn onderbroek? Over wat heb jij het nou weer? Je kleding heeft hier toch niks mee te maken, Simon? Over je kleding, Simon? Oké. Volgens mij werkt het internet niet echt mee. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Dit programma werkt gewoon voor geen meter. Of moet ik soms zeggen, voor geen anderhalf meter. Anderhalf meter. Kom niet in mijn aura, bitch. Papa, papa. Kom niet in mijn aura, bitch. Hey, anderhalf meter. Anderhalf. Ik zeg anderhalf meter. Kom niet in mijn aura, bitch. Ik ga het hoofdkantoor maar bellen, jongens, want dit kan gewoon niet zo. Ik kan zo niet mijn les geven. Ja, goedemiddag met meneer Hendricks. Ja, ik probeer hier een online les te geven, maar het programma werkt gewoon niet goed. Nee, de ene na de andere bug die doet zich voor. Ja, we moeten kunnen werken met een functionerend programma, maar dat is nu gewoon niet het geval. De bugs moeten uit het systeem worden gehaald, zodat ik gewoon goed mijn lessen kan geven. Ja, dit schiet niet op. Ja, inderdaad. Kunt u of iemand anders voor mij debuggen? Oké. Is dit diep genoeg?